Het onafhankelijk kiesbureau OKB had een werkbespreking met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de samenwerking tijdens de pre-electorale fase. Afspraken werden gemaakt over maandelijkse bijeenkomsten, toegang tot relevante bureaus en gezamenlijke transporten naar afgelegen gebieden. Het OKB benadrukte het belang van tijdig antwoorden op vragen en toegang tot demografische rapporten. Het bureau blijft zich inzetten voor een eerlijke verkiezingsprocedure. In het district Koroni vond op 28 november 2024 de eerste sessie plaats van de Farmer Field School, gericht op Markoesa-teelt. 20 lokale landbouwers en ondernemers werden getraind door deskundigen van het ministerie van LVV. Onderwerpen zoals bodemgesteldheid, bemesting en waterbeheer werden behandeld. Deze training maakt deel uit van het Minor Fruits Project, gefinancierd door de Inter-American Development Bank, met als doel de Markoesa-productie in Suriname te verhogen door kennisdeling tussen landbouwers en experts. De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname, OBS, besprak op 26 november 2024 hun problemen met president Chandrika Prasad Santokhi. De vervoerders gaven aan dat ze te maken hebben met betalingsachterstanden van bijna 7 maanden en verouderde huurtarieven. De regering erkende de achterstanden en beloofde deze zorgvuldig in te lopen met betalingen in de pijplijn. Er zijn discrepanties tussen de cijfers van het ministerie van Financiën, NVB en de OBS. De president riep de partijen op om tot overeenstemming te komen over de huurtarieven en de oorzaken van de discrepanties te onderzoeken. Er is een vervolgbijeenkomst gepland.